En nou ja, 2015 is dat hier geopend door de burgemeester, destijds vervangende burgemeester Eurlings. Die heeft de duur met mij samen open gedaan. En ja, eigenlijk met 10.000 euro begonnen. En met succes hebben wij deze zaak maand voor maand, jaar voor jaar eigenlijk verder opgericht. Dat wij ja, kunnen zeggen, ook met de afsluiting van volgende week, zondag de 16e, dat wij zeg maar geen schulden hadden. Geen huur of lease. Alle belastingen waren betaald. We hebben iets van de corona kunnen merken. Zeg maar. We hebben wel op verlies gedraaid, wie alle andere bedrijven die in de horeca zitten. En nou, mijn geluk was, ik werk al sinds 1-4 bij een Duitse werkgever. Ben verantwoordelijk voor de Nederlandse klant. Het is een groothandel voor food en non-food. Net over de grens in Kronau. Omdat ik in Duitsland heb gewoond, vind ik een Duits biertje lekker. Ik vind Erdingen lekker en ik vind Krombach lekker. Wat vindt u ervan dat, vind ik heel jammer. Dat hij ermee stopt? Vind ik heel jammer. Ja. En heb je iets waar je eens een keer een verzoenlijk Duits biertje kunt drinken en dan gaat hij weg? Ik heb een Duitse achtergrond. Ben geboren in Hessen. En ben destijds 2000-2001 naar Nederland gekomen. Heb eerst in de calamiteiten gewerkt voor brand- en waterschades. In 2007 ging ik trouwen. En dat ging 2017 uit elkaar. Ik hoef me niet benoemen waarom. Maar destijds heb ik de naam van mijn ex-vrouw aangenomen. Kijk, heel veel mensen kennen je mij hier. Ze vinden het jammer dat ik wegga. We hadden net hier ook een politieagent hier zitten die hier regelmatig komt en die zegt ook dat is heel jammer. Hè? Ze betreuren het, ze hebben begrip voor. Hè? Want ja, kijk, één grond dat ik dit hier verlaat en of loslaat is eigenlijk, nou ja, je werkt 400 tot 450 uren en je gezondheid gaat natuurlijk ook aan. Ik ben vitaal goed, fit, hè? Gezondheid ben ik fit. Ja, af en toe moet ik wel een WW'tje bij de dokter even laten verhelpen. Ja, maar dan komt gewoon, je staat 400 tot 450 uur op je voet. Ja, en dat is, ja, moet je toch kijken. Maar de passie was altijd de mens. Ja, de vrienden die hier kwamen, de klanten, de gasten. Ja, en in en uit huis. We hebben hier heel veel dingen op uit huis bezorgd. Met eten. 5,5 jaar. 5,5 jaar, ja. Ik heb het gevoel dat ik het niet meer kan doen. Ik heb het gevoel dat ik het niet meer kan doen.